naar een nieuwe video op mijn kanaal Die Jimmy. Vandaag is het weer tijd voor een goed nieuwe video. En ja jongens, zoals jullie zien, fucking mooi uitzicht, zwembad, allerlei andere poespas, glijbanen, allemaal dit soort dingen. Ja jongens, zoals jullie zien, dit heeft echt te maken met vakantie, want dat klopt ook, want ik ben inderdaad op vakantie. Ik zou zeggen, doe vast je duimpje omhoog als je het weer leuk vindt dat er een nieuwe video is op mijn kanaal Jimmy. Laat leuke reacties achter met tips en tricks voor het editen. Leuke reacties zijn natuurlijk altijd toch staan. En dan is natuurlijk ook mensen helemaal toppie mensen. Say that it feels right. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. Oké, dus we zijn nu onderweg naar Schiphol. We zijn er al bijna. We gaan nu naar de parking waar onze auto wordt weggebracht naar Schiphol. En dan is het wachten. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, be going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels We gaan even Mac choppen. Oké, dus we zijn nu bij de gate aangekomen. Daar staat het vliegtuig. Dat is hem jongens. De Corendon. Daarmee gaan we lekker naar Turkije. Gaan we plezier maken. Dat is hem jongens. Ik heb voor het lawaai, maar daar zijn we bezig met de koffers. Lekker verstaanbaar. Voel voel zeer. Ik zie de piloot al. Lop.
vogeltjes vliegen, jongens. En dan zijn we in het warme Turkije. Let's go. That's awesome. What? You just took one in the jugular, man. Whoa. Yes! Oh my god. Oh my god, I did. Is this bad? Is this bad? You should pull that out. That shit is not cool. Come on. The door, man. You got a fucking door in your neck. Oké, dames en heren, en meisjes, we zijn nu aangekomen in Turkije en we zijn aan het wachten op de koffers die hier komen op de bank. En ja, daarna gaan we op naar het hotel. Dus ja, ik ga even wachten. Hou weer jongens, tweede bus van vandaag in Turkije. Gewoon midden hier. Saying that it feels right. Kijk, hier heb je die kermis. Super vet. Dat is wel wat klein in, hè, tegenover die andere, hè? Nou, oké. Saturn Palace. Fucking mooi. En als je daar raam open doet, kan je waarschijnlijk naar het strand kijken. Leuk. Nou, je hebt een balkon. Ja. Balkon natuurlijk. Heb je wel zin? Nee.
aan het zwembad. Wel een zee. Gelukkig aan het zicht. Daar heb ik een zee. Is geen zee, zeg. Ja, natuurlijk geen zee. Oh ja, wel. Holy shit, dames en heren, ze zijn gewoon aangekomen. In Saturn Palace, het hotel waar wij verblijven. En holy shit, we hebben gewoon, omdat er waarschijnlijk ja, wat minder kamers zijn als gewacht, die normaal niet vrij zijn. Die zijn nu gewoon vrij en daarom mogen wij gewoon in de fucking hotelkamer met een jacuzzi slapen. Holy shit, een jacuzzi, besef. Die hebben wij gewoon gratis gekregen. Het is echt super vet, jongens en meisjes. Echt, wauw. Kijk hoe mooi dan dit is. Dat zijn niet onze glijbanen. Onze glijbanen die zitten daarnaast. Ik weet niet of je vanaf hier kan zien. Nou, in ieder geval, die zitten daar ook. We hebben dan een half pijp. Wij gaan nu eten. Ik zeg in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze reisdag. Eerste reisdag. Ik ga morgen verder vloggen. Morgen beginnen we echt te vloggen. Maar ik ben nu best wel moe. Ik ga zo slapen. En eerst eten en slapen. Doe. Hele goede morgen allemaal, jongens en meisjes. Ik loop hier in het prachtige hotel. Ik ben net wakker. Dat zien jullie waarschijnlijk ook aan mij. Dus ja, we lopen nu naar het strand om daar ja, plek te zoeken. Hier in deze tas die ik achter heb zit de GoPro. Hey, super nice jongens en meisjes. Ja, en daar gaan we echt super vette beelden mee opnemen waar de show wordt gegeven. Als we een plek hebben gezocht bij het strand gaan we naar het ontbijt. Gaan we daar natuurlijk ontbijten. En dan volgt er vanzelf meer. Ach, kom op het strand. Op zoek naar een plek. Nou, ik hoop dat er wel een plek is. Jongens, holy shit. De plek hebben we gevonden. Dit is het strand. Daar kan je nog helemaal naartoe. De pier. Super vet, jongens. Dit zijn de glijbanen, holy shit. Gewoon zo'n donkere, zo'n ja, hobbelding. Zo'n hele snelle. En daar heb je ook nog een halfpipe. Super vet, jongens. Holy shit. Ja, daar gaan we natuurlijk lekker vanaf. Ga ik natuurlijk ook filmen met de GoPro. Wordt super vet, wordt super leuk. Ah ja, jongens en meisjes. We zijn nu onderweg naar het ontbijt. Ga even lekker ontbijten. Dan film ik wel wat ik ga eten. En ja, ik neem jullie gewoon lekker mee op mijn avontuur hier in Turkije. In het hotel. Dus ik zou zeggen, let's go to die ontbijt. Niet goed Engels of wat dan ook, maar let's go. Oké, dus vanavond komen we bij het restaurant waar we dus gaan ontbijten. Gaan we hier zitten. Oké, dus jongens, ik ga eerst even wat halen. Dus let's go, even kijken wat ze allemaal hebben. Natuurlijk een bord. Ik kom een beetje van de pannenkoeken, die vind ik altijd wel lekker hier in de ochtend. Van die dikke pannenkoeken in Turkije. Even kijken of ze die hebben. Pannen hier. Pancakes. Poedersuiker. Zo, lekker veel. Als tweede ja, een ei. Spiegel-ei. Kunst, zoals je ziet. Eitje erbij. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. Nou, ik ga zo eten. Ik heb een pannenkoek met poedersuiker, een ei en een gezond broodje. Eet smakelijk. Oké, dus het is een tijdje later. En ik sta hier weer op het balkon met dit prachtige uitzicht op het zwembad. We zijn allemaal bezig met eten en zo. Want ja, het is natuurlijk zometeen tijd om lekker te gaan eten. Dat gaan we natuurlijk ook doen. En wat we zelfs hebben hier is ook super, super grappig. Maaltjes. Kijk, die zijn dus daar. Dan kun je straks gewoon naartoe. Kun je een paar kleren kopen. Ze zullen wel duurder zijn, denk ik. Maar ja, super nice. Maar in ieder geval, het is dus al een tijdje verder. En ja, dat zul je vaker gaan zien in mijn vlogs. Dat het ineens een tijdje verder is. Omdat ik ook gewoon aan het genieten ben op vakantie. En niet heel de tijd kan gaan vloggen. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk voor jullie te vloggen, jongens en meisjes. En ja. Vanmiddag heb ik ook nog gegeten. Ja, wat dat was gewoon letterlijk spaghetti. Dat was ook heel erg lekker. Wat ik zo meteen ga eten, dat weet ik niet. Dan ga ik dus filmen voor jullie. En het is hier echt super leuk. Hier in Saturn Palace, jongens. Dat is het hotel, zo heet het. En ja. Het is echt nice. En zo meteen gaan we dus eten, zoals ik al zei. Daarna gaan we of naar een show. Of we gaan ja, gewoon ergens wat drinken of zo. En als we dat dan hebben gedaan, dan gaan we naar de kermis. Ja, dan zou je denken, kermis. Heeft het hotel zelfs een kermis? Ja, het hotel heeft een kermis. Het heeft een reuzenrad. Het heeft zo'n schommelboot. Ja, piratenschip. Zo'n raar ding, weet je wel. Ze hebben ook zo'n
Ja, alleen dan een kleinere versie, zo'n hamer, zo'n sledgehammer. Die je ook wel eens op de kermis hebt. En ja, ook in pretparken. En botsauto's, dus dat is wel super leuk. Ik ga sowieso in die boot en sowieso in dat ding. Reuzenrad lijkt me wel grappig en botsauto's ook wel eens grappig. In feite gaan we denk ik overal gewoon in. En ja, dan neem ik denk ik ook de camera mee. Moet ik even kijken hoe wild het gaat. En, ja, komt het zeker goed jongens en meisjes. En ja, dan staan we hier dan met een mooie uitzicht. Dus dag 1 jongens. Ja, ik ben al lekker verbrand. Op mijn rug en op mijn schouders ben ik al een beetje verbrand. Maar ja, beter insmeren is denk ik de tip dan voor mezelf. Nou ja, het is echt super vet hier. Super mooi. Super leuk. Dus ja, ik zie jullie als we naar het buffet gaan. Let's go. Oké, dus jongens, we zijn weer bij het restaurant. En ik zie dat ze het dunne hebben. Is echt super lekker. Dus laten we dat gaan halen. Dunne jongens. Ik ga dat later nog halen. Nou, een beetje druk met ons. Nee, grapjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Saying that it feels right. Zijn er. Zwembad jongens. Goedemorgen allemaal. Dit is dag 2 van deze superleuke vakantie. GoPro die zit hier in mijn rugzak. En hier zit mijn camera ook in en shit. Neem ik gewoon de hele dag mee die camera. En dan ga ik gewoon alles voor jullie vloggen. Brug, holy shit. Restaurant. Ook weer een zwembad. Ja, holy shit jongens, we hebben 3 zwembaden. Dit is een hele lange. Ja. Super mooi dit allemaal. Dus de man die is nu gewoon letterlijk die reling aan het verheffen. Morning. Er zitten glijbanen. Gaan om 10 uur open. Het is nu nog geen 10 uur, dus ja. Niemand jongens, plek zat. Nice. Plekje gevonden. Saying that it feels right.